En hier zijn we dan in Lucca, op de Piazza San Martino. Het is volledig autovrij hier, de binnenstad. En nou een wat fragmenten van die kerk, die is wel mooi. We zijn nu in die kathedraal. En dan is dit weer een mama uitgehouden op de grond. Nou, dan maken we nu een wandeling door Lucca. Het is autovrij, maar dat betekent dat toeristen hier niet binnen mogen. Plaatselijke bewoners mogen wel met de auto. Het verkeer is hier minimaal. Dit pleintje noemen ze het amfitheater. En dan zie je ook rond dat het is, want het is gewoon rond. We zijn hier op de Piazza San Michele. We zijn na een lange wandeling, want we waren verkeerd gelopen. Nou, we hebben heel veel dingen gezien die we niet wilden zien. Maar het is ook leuk. Want hier liepen we voor om dit te kunnen zien.
We zijn een stukje aan het lopen in Nuka. Dat is gewoon leuk om te zien. We lopen weer naar de plaats van San Michel, dat is waar die kerk ligt waar we naar binnen waren. We lopen nu richting Torre dei Guinigi. Dat is die hoge toren hier helemaal aan het eind van het straatje. Daar gaan we naartoe. Dat is hem dus, die torre. En daar gaat hij weer. Staan we daar bij die toren. Zo, en hier zijn we terug in de normale bewoonde wereld van Nuka, zoals je ziet, vol met auto's. En dat betekent het einde van onze wandeling doorgaan. Maar vandaag maken we een stapje naar Arezzo. Daar zijn we dan bij het begin van onze wandeling door Arezzo. We zitten hier vlakbij het station, dat is aan de overkant. Maar we zijn gewoon met de auto dwars door het mooie land van Toscana en een stukje Umbrië. En zo lopen we dan richting Oude Centrum. Hier zijn we bij de kathedraal van Arezzo. En hier hebben we dan de hoofdingang van de kathedraal.
Hier staan we dan bij de urn van Paus Gregorius X. En dan is het beeld van hem. Een klein mannetje. Nu zijn we dan bij het hoofdaltaar. We staan nu weer buiten de kerk en ligt hier tegenover is dan het provinciehuis. Ziet er toch aardig uit. We zitten hier op een mooi pleintje achter de kerk. We wandelen nu weer richting centrum, want we willen naar de Palazzo Grande. Dus we liepen uitkijken als je hier loopt. Het zijn tropjes. En hier zijn we dan op de Piazza Grande. Gaan ze even rondkijken. Een kerk uiteraard, je hebt hier overal. En dit is het gerechtsgebouw. Dit is hier flink hellend. Met een hele mooie galerij. Met winkeltjes en terrasjes. Schitterend. Pleintje, pleintje. Nou, dan ben ik rond geweest. En dan gaan we weer terug richting het centrum. En we hebben nog steeds schitterend weer. We boffen. Gisteren een beetje regen, voor de rest alleen maar dit weer. Nou, hier zijn we dan bij de Maria del Pieve. Dat is een kerkje. Mooie kerk. En de onderkant is minder mooi. En dan ga je daar naar de Piazza Grande. We zijn hier nog steeds in Arezzo. Een leuk pleintje.
En hier zijn we dan in het Romeinse amfitheater van Arezzo. Dat is geen schone Romeinse, maar een keer een charmetje. En we gaan nu naar de Santa Maria della Grazia. Dat is een kerkje dat ligt net even buiten de stad. Een bezienswaardigheid, zeggen ze. Dus moeten we niet overslaan. Ja, dan het binnenplein. Ja, dat ziet er ook heel mooi uit. Bella. Hier zijn we dan bij de ingang. Leuke details. Dan nog een laatste keer de kerk van buiten. Leuk. In de verte de Toscaanse heuvels. Na een tochtje van zo'n 4 uur over slingerende wegen zijn we nu aangekomen in San Marino. En zoals je ziet zitten we in de kabelbaan en gaan we zo meteen omhoog naar het kasteel. En dit is het dan helemaal omhoog. Kijk wat een hoogte er weer staat. Achter hier de zee, de Adriatische Zee.
Wat een uitzicht, hè. Het is hier gelukkig nog niet zo druk. We kunnen op ons gemak gewoon kijken. Plaza Publicio. Ik denk dat het regeringsgebouw is. Want dat was net de aflossing van de wacht die ik filmde daar beneden. En dan maken we een wandeling door San Marino. Ja, San Marino is groter natuurlijk dan van dit dorpje. En dit ligt bovenop de berg, dat is de oude vestingstad. Dat ziet er toch heel mooi uit. Nou, we hebben weer een stukje gewandeld. Weer klimmen. Dus ik ben maar buiten adem. Kijk maar eens waar we vanaf komen. Het is hier vreselijk sterk. Maar wel heel mooi om te zien. Het is de moeite waard. Ook al was het een autotocht van 4 uur. Maar dat kwam dat we op een bergpas moesten. Dan kon ik maar 20 tot 25 kilometer hard rijden. Nu ga ik weer een andere kant omlaag, richting Rimini. Dat ligt helemaal op de achtergrond, daarboven, op de horizon. We wandelen nu richting Basilica. Die ligt hier om het hoekje, zoals je ziet, op een klein piazza plata. Ik weet niet wat het verschil is. Is die niet mooi? Hij heeft een pleintje grond, de basilica, met die toren. Jammer, ik dacht ik kreeg de klok erop, maar dat is helaas niet gewonnen. Dan gaan we gewoon verder, ik krijg op het pleintje. Daar ligt dan de Palazza di Repubblica. Dat is hier klein natuurlijk. Nou, dit kan vertalen, dat is maar voor me. Een leuk tuintje. Ligt een beetje in de schaduw. Kijk eens, schitterend. Ja, dit was dan het einde van ons bezoek aan San Marino.
Die gaan het kabel wel weer naar beneden. Dat gaat zoals je ziet traag om snel. We zijn weer op weg terug. We zijn nu zo'n kilometer of 60 van onze plek van bestemming. Hier zitten we hoog in de bergen. We zitten op de bergpas. Het was een zwaar tochtje omhoog met hellingen van 17 tot 27 kilometer. Dat is geen makkie. Daarom even stoppen en dan meteen even laten kijken hoe hoog we zitten. Het is al aardig beneveld. Nou, we zijn nu terug van het eten in Figline Val d'Arno. Daar links is het restaurantje waar we net hebben gegeten. Heerlijk was het. Dan laat ik even het, hoe noem je dat, centrumpje, het marktje van Figline zien. Hoe leuk zo 's avonds met dat licht. We gaan nog wel eens een wandelingen maken in Figline. Zondags, als er helemaal niks kapot is. Dan is hier alles gesloten, overal, zelfs in de grote stad. Nou, we wandelen nu langzaam terug richting het hotel. Krijg je een klein beetje te zien van Figline. Nou, we zijn bijna bij het eind van onze wandeling. Ja, daar ligt ons hotel. Een klein straatje tegenover het hotel. Ziet er wel gezellig uit. Zo. Hier kun je nog rondlopen. Zonder dat er geld geklopt wordt. Nu zijn we nou weer bij de hoofdingang van het hotel. Dan gaan we echt via de zij ingaan. Nu zijn we eens een keer gelopen overdag. Dat is weer heel anders. Dan gaan we naar het binnenhofje van het hotel. Dan zie je bij niks en hier is het goed donker. Ja, is alles goed.